Vandaag zitten we weer vast op een speciale OneBlock. En mij is dus verteld dat dit een super experience OneBlock is. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga hem kapot maken en... Oké, ik val naar beneden. En zoals met elke OneBlock kunnen wij dus weer spulletjes krijgen. Nou hebben we gelukkig nu een slab gekregen en ook nog eens ook los. Dus dat is helemaal top. En wat kunnen we hier eigenlijk allemaal uitkrijgen? Ik weet namelijk dus niet of wij hier ook daadwerkelijk speciale dingen uit kunnen krijgen. Ik heb Eye of Ender. Oké, en ik heb een Diamond Pickaxe. Wat? Oké, ja, ik vind het helemaal prima. We hebben hier nog wat grasblokken die we er omheen kunnen doen. En dan als het goed is, zou ik dus gewoon nu alle spullen moeten kunnen pakken die eruit vallen, soort van. Oh, nee, wacht. Oh, wacht, er is wat uitgevallen. Het is Chinees. Ik weet niet wat dit is, maar het is iets speciaals. Oké, luister, dat maakt helemaal niet uit. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga hiervan eerst even een crafting table maken. Hier maken we dan weer even wat slabs van. En dan ga ik het gewoon nog wat meer uitbreiden, zo. Kijk, want dan weet ik namelijk zeker dat hier helemaal niks meer van gaat afvallen. Tenminste, dat hoop ik. Zo, hoppa. Eens even kijken. Wat kunnen we hier nog meer uitkrijgen? Ik heb dus speciaal brood gekregen. Ik heb TNT kunnen krijgen. Nog meer speciaal brood. En we hebben nog wat. Ik denk een TNT-boog. Ik weet niet wat hier staat. Nou ja, als ik die TNT-boog natuurlijk wil gebruiken, heb ik wat pijlen nodig. Of ik moet me in één keer kunnen afschieten zonder pijlen. Ik bedoel, dat is ook misschien mogelijk. Dat kan ik ook. En ik schiet inderdaad TNT. Ik weet niet of jullie het konden zien, maar ik schiet TNT. Wat doet dit dan? Oh, dit geeft mij extra hartjes voor 3 minuten. Oké, dan. Hey, ik vind het allemaal best. En, oh mijn god, een netherite helmpie. En nog wat steen. En bedrock. Jongens, wat? Hè? Wat is dit? Ik snap hier echt helemaal niks meer van. Wat is dit dan weer? Laten we dit dan hakken. Oh mijn god, ik heb... Wat is dit voor een OneBlock, maat? Oh mijn god, kom hier. Geef hier. Geef al die lekkere spulletjes. We hebben en portal frames. Maar er moet toch nog wel meer zijn wat we hier uit kunnen krijgen. Eens even kijken. Ik heb nu echt een hele dikke run gemaakt. Dan hebben we nog meer. Nog meer bogen. Eigenlijk allemaal hetzelfde. 21 end portal frames. Dus we kunnen in principe ook al een end portal maken. Bedrock, diamond pickaxe, nog een boog. Kom op, er moet nog wel iets speciaals uit kunnen komen. Please. Het lijkt ook alsof er telkens hetzelfde uitkomt. Ik weet het niet zeker. Maar daar lijkt het wel op. Of er valt hier de hele tijd wat vanaf. Dat weet ik niet. Nog zo'n oor. Oké, helemaal prima. Boog, diamond, boog. Oh! We hebben een nieuwe pickaxe. Maar wat doet deze pickaxe dan? Is deze dan weer net anders of zo? Of wat doet dit? Het is ook waar dat het in het Chinees staat. Want ik snap hier echt helemaal gereed van. Lapisblok, een redstone blok. Kan ik hier iets speciaals mee? Is dit dan weer sterker dan een diamond? Oh mijn god, er viel daar ook weer armor. Het enige wat ik wel echt heel veel krijg is zulke bogen. Wat ik niet erg vind. Ik vind dat wel bad. Wacht, kunnen wij... Zouden we met deze pickers bijvoorbeeld bedrock kapot kunnen maken? Dat zou echt iets heel gaaf zijn. En dat kan niet. Oké, ja, ik wist het. Bedrock is gewoon niet kapot te maken. En we hebben ook nog eens een netherite... legging, maar die heb ik al. Geef mij dan op zijn minst... een body armor en een helmpje hebben we nog nodig. Ik bedoel, wat ik nu allemaal krijg... Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat heb ik allemaal niet meer nodig. Kijk dan, ik heb 31 TNT. Ik heb 59 Eye of Ender. Ik verwacht eigenlijk dat we nog best wel wat kunnen gaan krijgen door middel van iets van een gebouw of zo. Oh, nee. Was dat... Oh, ik hoop dat dat alleen maar een enchanting bottle was. Een bottle van enchanting of zoiets. Oh, mijn god. Er vallen allemaal van die potion dingen weg. Hé, wacht eens even. Wat is dit dan? Het is nu weg. Ik heb 54 experience. Wat? Ja, oké. Dit is echt de meest rare blok die er is. Ik heb nog zo'n ding. Wacht even. Laten we eens even kijken wat dit doet. Het geeft letterlijk 10 levels erbij. Wat is dit dan? Oké, weet je wat? We hebben 7 diamonds tenminste. We hebben nog meer diamonds. We hebben 16 diamonds. Ik ga sowieso eerst even nog een body armor maken. Want ik weet niet of we die krijgen. En natuurlijk ook een helmpje erbij. Hoppa en hoppa. Dan ben ik tenminste. Waarom maak ik een helmpje? Ik heb al een helmpje. Zo, hoppa. Dat weg, dat weg, dat weg. Oké, dan moet ik nog even wat meer diamonds krijgen. Nou, dat ligt hier in principe al. Dus dat is geen probleem. Dan maken we hier even schoenen van. Zo, en dan heb ik tenminste een volledige armor. Nou, zouden we technisch gezien al naar de draak kunnen. Maar ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat we nog meer kunnen krijgen uit deze OneBlock. Er moet toch nog iets zijn wat bijzonder is wat we hier uit kunnen krijgen. Ik bedoel, aan levels en experience zou het niet liggen. Ik bedoel, ik ben level 65 en ik heb er ook niet heel erg gek voor aan, sinds ik geen enchanting table heb of iets anders. Dit kan weg, dat kan weg, dat kan weg. Dit gaan we even in. Ik heb ook meer dan een stack Eyes of Ender, jongens. Even serieus. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon alvast een
portal bouwen. Zo, hoppa. Nou wil ik dat wel heel erg vet doen. Dus dan gaan we ook even wat bedrock gebruiken natuurlijk. Oh ja, dat was niet heel erg slim van me. Maar dat maakt helemaal niet uit. Denk ik, hoop ik. Zo, hoppa. En dan moeten we hier nog wat bedrock hebben. Oké, wacht eventjes. Hoe ga ik dit doen? Dan doen we dat... Denk ik zo. Oké, hoe gaan we dit... Hoe gaan we ooit hier een portal van maken? En dan dit vul. En dan straks als we hem aansteken of aandoen... Dat ik dan eerst even het steen weghak natuurlijk. Zo, en hoppa. Dan doen we heel even ook alvast de ogen erin. Tenminste, eerst even dit weghakken zo. Hop, hop, hop. Ik weet nou niet echt precies waarom dit een hele speciale pickaxe is... Om heel eerlijk te zijn. Want hij is niet veel sneller zo dan een diamond pickaxe. Zo, dat erin. En dan zou die aan moeten... gaan. Waarom gaat hij niet aan? Oh, wacht even. Hij staat aan. Oké. Mooi. Dan is dat aan. Dan wordt het ook alweer nacht. Het lijkt ook echt... ik krijg telkens dezelfde spullen. Dus dit heeft ook niet heel erg veel zin meer. Wacht, hoeveel hebben we? We hebben hier nog wat oors van. Zo, hoppa. Die zetten we ook even neer. Dit is echt de raarste one block die ik ooit heb meegemaakt. Goud krijgen we. We krijgen nog best wel wat leuke spulletjes. Alleen, ja, is dat nou heel erg nodig? Ik denk het niet. Zolang ik gewoon deze broodjes heb en deze armen en sowieso de TNT-boog... denk ik oprecht dat we meteen al naar de draak kunnen. Dat betekent dus dat dit een ultra korte one block is. Want deze one block is gewoon te overpowered. Weet je, ik kan nu wel gewoon de hele tijd dit blijven doen. Maar waarom zullen we dat doen als we ook gewoon meteen naar die draak kunnen? Ik ga dat ook gewoon doen. Ik neem gewoon nog even wat spullen zo mee. Hoppa, hoppa, hoppa. En de pulse hebben we zat. Dat hebben we zat. De TNT-boog hebben we. Weet je wat, we gaan er gewoon naartoe. Ik ben ontzettend benieuwd of wij die draak kunnen gaan verslaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe de draak eruit ziet. Zo, hoppa, dan zijn we er alweer. Oh mijn god, dit is echt heel erg snel. Dit is echt binnen, ik denk, 10 minuten gedaan. Eens even kijken. Beam. Ja, dat was makkelijk. Dan is dat waarschijnlijk ook heel makkelijk. Ik weet niet of ik het raak daarom. Dat is wel een beetje vervelend. Ja, die is kapot. En die is kapot. En die is kapot. Die zal ook wel kapot gaan, denk ik. Hallo? Gooi even een enderpul. Gaat allemaal wat sneller zo. Oh, wacht, trouwens. Ik ga bijna dood. Dat is misschien niet heel erg slim. Eet, eet, eet. Ik heb namelijk niet echt heel erg veel sterke eten of zo, merk ik nu. Zo, die kapot. Ik denk die kapot. Dat weet ik niet zeker. Hop. En laten we maar gas geven op de draak. Die is dood. Wat is deze one... Ik ga dood. Ik ben ook nog dood gegaan door de draak. Maakt niet uit. We hebben de draak verslagen. Dit was letterlijk de kortste one block die ik ooit heb meegemaakt. Dit was te makkelijk. Even serieus. Maar dit was hem weer voor deze video. Wil je nou nog een video zien? Dan kan dat. Klik op de video hiernaast mij. Vergeet de afspraak niet te checken. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!